Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 3 februari als ik deze opneem. Uh, al betekent dat eigenlijk dat er al een vlog klaar staat morgen. <laughs> Op zaterdag, vlog 801. Dit, dit zal waarschijnlijk 802 worden. Maar ik had even zin om deze opnames te maken. Ook om mijn OBS even uit te testen. En ik dacht, als ik dat toch ga doen, gaan we gelijk even kijken naar een van mijn favoriete Instagram-accounts. Namelijk die van Perry Evel. En uh, Perry ken ik persoonlijk. Is een leuke gast. En hij heeft een heel tof account die ik in het verleden wel vaker heb laten zien. Maar wat ik erg leuk vind aan Perry is dat hij en ik eigenlijk een soort wisselwerking hebben. Soms dan, uh, laat ik een bepaalde Junior Press-comic zien en dan pakt hij zijn Amerikaanse versie daarvan uit de kast. Ik pak eventjes deze comic erbij, Spider-Woman, omdat ik gewoon de cover heel erg mooi vond. En ik vind het ook leuk hoe hij dan ja, wat panels... Laat zien. Zo kan je ook mooie tekenwerk zien. Dit keer geen informatie over waar het verhaal over gaat. Maar je kunt wel lekker naar de tekeningen kijken. Dit ziet er een beetje dubieus uit zo. Leuk, leuk. <laughs> um, dus dat vind ik leuk om jij te even laten zien. En er waren een paar covers die er voor mij uitsprongen. Uh, waar ik met je gewoon even naar wil kijken. Uh, als je Instagram hebt, ga dan naar Perry Evel. Dan kun je al dit mooi zelf zien. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld. ...bepaalde comics die ik recent heb behandeld in, uh, op dit YouTube-kanaal. En dan laat hij daar de Amerikaanse versies van zien. Dat vind ik leuk. Deze in het bijzonder vond ik een mooie, gekke cover. En uh, dit is een oude web van Spider-Man, nummer 9. En Geoff Wood zoals je hier kunt zien, is daar de penseler van. Dus ik denk ook van de cover. Beetje gekke stijl, gekke... gekke... Nou, trouwens, er staat op. Dus Ik denk dat de cover iemand anders is uh, getekend. Eerlijk gezegd. Maar dat even tezijde. Ik vind het een, uh, een aparte cover. Apart compositie. Wel mooi eigenlijk. Het spreekt me wel aan. Het uh, trekt mijn aandacht. En ik, wat, wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom houdt Spider-Man deze grote gast tegen van de Van der Bolt? Want daar ging het volgens mij om. En we gaan even naar een paar panels kijken. En deze is ook uitgegeven door Junior Press toen de tijd. Het tekenwerk is niet super. En kijk, dan krijgen we nog wat extraatjes van, uh, van Perry Evel. Erg grappig. Um, dit vind ik ook een hele gave cover. Deze is niet in het Nederlands verschenen. In ieder geval niet deze cover bij Junior Press. Wat erg jammer is. Het is een vroege John Romita Jr. cover. En uh, ja, dat wordt uh, heel erg... Voor en tegens, het wapenbezit wordt hierin behandeld in deze comic. Beetje belerend van Bill Mantlo. Uh, daar had Marvel soms last van vroeger en tegenwoordig alleen nog maar. Uh, maar het, vroeger, het is wel een interessante discussie overigens. Dus het is niet zo heel erg dat het zo behandeld wordt. Dan denk je misschien, Michael, je bent toch uh, een beetje digitaal minimalist geworden vorig jaar. En je doet er niet meer aan Instagram. Waarom maak je nou reclame voor Instagram? Of waarom maak je daar een vlog over? Ik ben inderdaad niet zo'n fan van Instagram, maar ik ben wel fan van sommige Instagrammers, zoals Perry. En uh, ja, dan wil ik toch laten zien wat hij maakt en wat hij post. Dus het is een beetje dubbel inderdaad. Uh, ik zit zelf ook alweer op Instagram, gewoon omdat ik graag reclame maak voor de vlog die ik maak. Zeker toen ik rond de 800 zat, hè, bij de 800. Uh. Dus ja, ik maak, maar ik zit er eigenlijk niet zo heel veel op. En ik doe het allemaal via de desktop. Ik heb geen Instagram op mijn debiele telefoon. En ook uh, gebruik ik Instagram gewoon voor mijn werk natuurlijk nog steeds. Kijk, er zitten mooie panels zitten erbij. Mooi ingekleurd ook. Leuk om uh, naar te kijken. Oh, natuurlijk Rick Leonardi die dit getekend heeft. Een jonge Rick Leonardi die laatste ook bij ons voorbij kwam. Nou leuk. En er was nog een bepaalde cover die ik je graag wilde laten zien. Ja, deze van de Avengers. Dit is een comic die ik je heb laten zien over Jarvis die uh, mishandeld is, zwaar mishandeld. En dan eigenlijk terugblikt op zijn ja, dienstbare jaren bij de Avengers en dan eigenlijk besluit om te stoppen in eerste instantie. En uh, kijk, daar staat een reactie van mij, grappig. En uiteindelijk besluit hij dat hij toch gewoon lekker wel aan de bak blijft bij, uh, bij, de, bij het superhelden team. Het is wel een beetje gek altijd als je een uitsnede maakt van panels. Het krijgt een beetje een soort pop art effect. Vind ik ook wel weer leuk hoor. Uh, maar je kan niet altijd helemaal de compositie zien van de strip panels. Uh, dat is het enige nadeel. Maar aan de andere kant, je krijgt een mooie pop art effect. Vind ik ook wel weer leuk. En uh, ik ben wel benieuwd hoe Perry dit eigenlijk selecteert. Perry, hoe, waar selecteer jij op als je je posts maakt? Ik ben wel, uh, nou, laat me dat even weten in het commentformulier als je deze video toevallig ziet. Hier, ieder hier besluit hij, ik blijf gewoon lekker voor de vergelders werken. Want zo heet ze in het Nederlands. En dan vind ik het leuk dat ik die cover kan zien. Want die werd ook, was ook niet gebruikt in de Nederlandse editie. Kijk, deze is ook bij een, uh, een vlog van mij voorbijgekomen met kerst. Nou, kunnen we wel een beetje gebladeren. Ik heb die niet echt voorbereid, ik ben gewoon... Ik dacht, we gaan gewoon even lekker bladeren door het. Uh, oh, kijk, mijn favoriete Spectacular Spider-Man issue daar op de achtergrond. Hoe cool is dat? <laughs> ik weet dat Perry die namelijk ook heel erg tof vindt. Moet wel even liken, natuurlijk. Uh, dus um, die wil ik ook nog steeds een keer in het Amerikaans hebben. Maar ik heb er nog niet echt naar gezocht hoor, moet ik toegeven. Dus dat komt wel een keer. Ik heb eigenlijk nooit echt Swamp Thing gelezen. Ik weet dat mensen die van Alan Moore fantastisch vinden. Maar ik vind Alan Moore zo enorm, zeikert. De laatste tien jaar, als het om comics gaat en een beetje spugen op het superhelden genre en op de lasers en op Stan Lee, dat ik eigenlijk wel klaar ben met Mr. Alan Moore. En eigenlijk ook, ze werkt niet graag meer uit de kast trekt, trouwens. Eh, ook al eh, is hij wel een goede schrijver. Eh, mocht je hem voor het eerst een naam horen, hij heeft ooit een stripje gemaakt dat heet The Watchman. Dat was revolutionair in 1987. Er is een verfilming van geweest. En een tv-serie. De tv-serie heb ik nog niet gezien, maar de verfilming film, vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Goed gedaan. En Watchmen is ook gewoon een hele goede, een goede strip wel. Een goede comic. Maar ja, uh, Spider-Man Night Fever. Ja, deze is ook niet in het Nederlands verschenen. En uh, er is een hele dikke omnibus verschenen laatst van Spectacular Spider-Man. Nou koop ik niet graag omnibussen. Um, dit is natuurlijk helemaal puur disco, jongens. Wel heel grappig. Dus ik wacht eventjes tot de epics hiervan uitkomen. Die ongetwijfeld ook zullen gaan verschijnen in de toekomst. Nu ze alle bestanden weer schoon gedigitaliseerd hebben. Geremasterd voor de omnibussen. Dit is wel een leuke comic. Deze heb ik als spectaculaire Spider-Man onder andere. Ik hoop ook dat binnenkort de epic uitkomt van deze reeks verhalen van Danny O'Neill. Uh, was hier de schrijver van? Dat kan ik even kijken trouwens, dat als het goed is, staat het hier. Ja, zie je, writer Danny O'Neill. Dit is de komst van Hyro Man. Oftewel, de Waterman. Ja, deze wordt heel vaak geciteerd op het internet. You, you definitely ain't Spider-Man. Um, het leuke verhaal voor mij is: ik heb jarenlang deze comic gehad met een beschadigde cover. En op de Comic-Con in 2019, meen ik. Kijk, dit is een deel van de verzameling van Perry. Dat is wel een spierballenfoto, dit. Um, in 2019, dacht ik, of daarna heb ik uh, eindelijk dus de cover. Had ik, vond ik weer een exemplaar zomaar bij een verkoper op de Dutch Comic-Con. En ongehavend, dus toen heb ik die zeker meteen gekocht. Het was ook de enige exemplaar wat ik toen kocht. Maar toen was ik nog niet zo into verzamelen van Junior Press meer, maar ik dacht ja. Ik heb ooit deze gekocht en Harry van het teken zei: ja, Ik weet niet of ik er ooit nog eentje krijg. Dus heb ik toen maar de beschadigde mee genomen. Daar heb ik ooit een vlog over gemaakt, trouwens. Een van de 202 Spider-Man-vlogs. Ik had zo laat, had ik de Spider-Man-list even gekeken. De playlist van Spider-Man. Nou, moet je kijken, Mark Silvestri. laatste ook bij mij aan bod gekomen. Dat is ook denk ik de reden waarom uh, Perry hem geplaatst heeft. Maar goed, ik heb iets van 202 Spider-Man-vlogs online staan inmiddels. Ah, moet je kijken, Joy. Mecado. Oh. Dat is nou, kijk, dit is gewoon een natte droom van Inkt. Dat is gewoon wat Joy is, hoe ze eruit ziet. Maar dat even tezijde. Uh, ik raak afgeleid, merk <laughs> ik. Ik raak een beetje afgeleid. Um, dus een kwart van alle vlogs die ik heb gemaakt gaan over Spider-Man. Of zijn op de een of andere manier Spider-Man gerelateerd op dit kanaal. Ja, dat kan je ook wel voorstellen misschien. Want Spider-Man vind ik wel een heel leuk personage. Nou, die... Uh, heb ik ook laatst laten zien wat Cloak and Dagger zie ik. Dit is ook wel een leuke cover trouwens. S uh, Spectacular Spider-Man Annual nummer 1 met Doc Ock. Rick Buckler. Echt een broodtekenaar. Maar ik uh, kan zijn werk wel hebben. Ik kan, hem, ik vind het, kan het zeker waarderen. Hij heeft ook de cover gedaan zie ik. En, uh... en met broodtekenaar bedoel ik eigenlijk gewoon efficiënte stripmakers die gewoon hun deadlines halen. En een hele toegankelijke stijl hanteren. Een stijl die niet heel erg opvallend is. Het is geen Top McFarlane bijvoorbeeld. Maar wel heel uh, efficiënt en adequaat uh, zijn werk gewoon doet. En waarvan je gewoon een goede comic kan lezen. Iemand die zijn vak verstaat. Een vakman. Eigenlijk gewoon. Leuk hoor. Al die spectaculaire Spider-Mans. Ik zie toch dat ik toch weer heel veel Spider-Man dingen... Die vallen mij toch het meeste op, Perry. En grappig genoeg. Hoewel, Tanko vind ik ook wel leuk... Het is gewoon echt een hele rare comic. Wel erg veel humor. Ja, leuk. Dus ik vind het nog steeds leuk om af en toe te kijken wat. Uh, nou, wat mijn geekmaatjes en vrienden posten. Zoals Perry. Oh, wow. Michael Golden. Ja, gaaf vind ik. Ik hou erg van het tekenwerk van Michael Golden ook. Oh, is dat trouwens Mike Fosberg? Maar ik denk dat het Golden de cover heeft gedaan. Ja, zie je, wel, het staat hier. Maar de cover van Michael Golden, ja, die heeft gewoon een gek lekker stijltje. Daar uh, hou ik van. Marvel Fanfare, Shulky. Die John Byrne eventjes op de hak neemt hier. Ik heb de tv-serie niet gezien. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel interesse in. Ik hoorde. Mensen waren enthousiast over de eerste paar afleveringen. En daarna zakte het heel erg in. Weet je, al die adaptaties. En dat is een beetje gek voor iemand als ik die dat zegt. Want ik ben afgestudeerd op uh, superhelden stripverfilmingen. Dus op, op adaptaties. Op een gegeven moment geloof ik het wel. Ik denk, pak de comic wel gewoon lekker uit de kast. En die ga ik lezen. Vooral omdat het merendeel van die dingen. wat ik heb gezien is toch. Heb ik het al voor de Disney plus serie dan is het toch heel erg middelmatig. En, en politiek gekleurd, en weet ik het allemaal. Denk, ja, dat moet je lekker doen, man. Maar ik ga het lekker niet kijken, want ik heb, wel, uh, ik heb gewoon niet zo heel veel tijd. En dan besteed ik mijn tijd liever aan dingen van papier die ik tof vind. Of even een rondje Instagram, zoals nu. Ja, Perry, je kan niet zeggen dat Perry echt een tekort aan comics heeft. <laughs> Er komen er ook nog wekelijks wel wat dingen bij. Ja, nog een Sensational She-Hulk. Laten we kijken waar we deze vlog mee kunnen eindigen. Want dat wordt alweer lang. Maar ik vond het toch eventjes leuk om dit aan je te laten zien. En als je dit soort vlogs waardeert, geef het dan een duimpje omhoog. En als je nog iets toe te voegen hebt, dan is dat natuurlijk welkom in het commentformulier. Hé, hey, dat is grappig. De Mysterio Manifesto. Van Lee Weeks. Ook Penciler. Even kijken, wat is nou al leuk om te eindigen? Nou, zullen we gewoon met een Batman eindigen? Heb ik toch iets anders nog laten zien dan. Uh, dan Spider-Man in deze vlog? Laten we deze doen. Mooie tekening ook. Norm Brevoogel natuurlijk. Ja, vond ik een goede tekenaar ook. Is eigenlijk een van mijn favoriete Batman tekenaars wel. Ja, heeft hij heeft de cover ook gedaan. Nee, Jerry Bingham heeft de cover gedaan. Maar Brave Vogel heeft dan het interieur gedaan. Had oh, ik moeten zien eigenlijk. Ja, die man had een hele mooie, snelle stijl. Expressief. En ook spot-on. Interessante kaderingen en zo. Mooie kaders, mooie composities. Goeie shizzle. Anyway jongens. Perry Evel dus. Kent u die uitdrukking? vindt hem op Instagram. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ze zeggen op naar de volgende vlog.